Nou, zoals jullie zien zijn we buiten. En dat is bij de onderzeeër. Ik heb al een heel blokje gelopen. En we gaan nu weer richting huis. Ja, dus dat dus. Nou, lopen en voorzichtig. Doe maar. Ja, een Elwing die heeft de vaart erin hoor. Die trekt van een tierenlier. Abba! Ah, oh, ik wil even met tante Mirjam praten. Mag dat? Auw, jongen. Mag niet hoor. Stel je wou ze. Die zijn echt gek. Echt. Maar in ieder geval, wat ik wil doen, dat is weer even een vraag beantwoorden van Mirjam Eleveld. Dus lieve schat, luister en huiver. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en het is alweer bijna 4:30 in de middag. En het is maandag, de 3/4/2023. Ja. Ik ben lang niet in orde. Ik ben wel weer opgemaakt, maar ik voel me zo gammel als een eten. Ja. Hoi. Ja, dat ik zo lekker even lopen en zien waar het schip gaat stranden, want ik wil de frisse lucht in. Ik neem deze mee en voor de rest weet ik het niet. Nee, ik weet niet hoe hard het waait, ik weet wel hoe koud het is 9 graden. Maar hoe de wind staat weet ik ook niet, of ik er tegenin kan komen weet ik ook niet. Er zat het ook niet over gevoelstemperatuur, ik weet niks. Nee, het is een rare dag. Ik ben niet vooruit te branden, dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Iedereen heeft wel eens zo'n dag. En ja, ik weet niet wat ik heb. Ik voel me niet goed. Nee, nou, kan gebeuren. Ik denk dat er meerdere zijn op de wereld dan ik alleen. Ja, misschien jij ook wel die er kijkt. Ja, ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, we komen vandaag ook weer terug bij Mirjam Eleveld met vraag 2. Maar dat komt later wel. Ik zal de boel weer klaarzetten. Moet ik eerst haar map weer vinden. Mirjam, waar sta je nou? Daar. En dan die openzetten. Mooi. Ja, die hebben we gehad. Dat haal ik nog gelijk ook weg. Hup. En die hebben we ook gehad. En dan is het ook weg. Nou, en de rest dat komt straks wel weer. Ja, de map kan dicht en dat blijft open. Dus Mirjam, daar komen we straks wel weer op terug. Ik ga hier lekker met mijn hondjes even een blokje om. En we zien wel of ik verder loop, ja of nee. In ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een klein beetje met ons mee. En luister straks naar de vraag van Mirjam Eleveld en mijn antwoord daarop. Ja, dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot dan. Nou, zoals jullie zien zijn we buiten. En dat is bij de onderzeeër. Ik heb al een heel blokje gelopen. En we gaan nu weer richting huis. Ja, dus dat dus. Nou, lopen en voorzichtig. Doe maar. Ja, een Elwing die heeft de vaart erin hoor. Die trekt van een tierenlier. Abba! Dus ja, het gaat verder goed. En wachten. Rustig. Ja, gras hè. Gras. Maar in ieder geval, dan weten jullie dat even, dat we hier zijn. Eventjes een blokje, die is ook zo mooi hè. Ja. Nou ja, en daar de onderzeeër. Dus helemaal top.
Nou, ik sluit weer af, want ik heb beide handen nodig. En ik heb handschoenen nodig. En die heb ik nou niet aan. Dus ik zou zeggen, tot straks als we weer thuis zijn. Zo, lieve vrienden. Ja, en we zijn dan weer een tijdje thuis. Want ik heb wat koffie gehad. En ik heb wat lekkers bij de koffie gehad. De meisjes hebben al wat lekkers gehad. Dus ja. Hé, ja, kom maar. Nou, nee, dat gaan we niet doen. Kom. 1, 2, goed zo. Hé, hey, moet je niet vallen. Stond de palom op. Dus ja, dat dus. Jullie weten ook waar we geweest zijn. We zijn even helemaal over Cape Holland heen geweest. Bij de onderzeeën langs. Dus ja. Dat is even zien. Ik zal kijken. Ik zal het even tevoorschijn toveren. Ja. Moet daar naartoe. Daar naartoe. Daar naartoe. En dan hebben we dat gelopen. Ik hoop dat jullie het wat kunnen zien. Dat heb ik gelopen met de dames. Dus geen cijfer 1. Nee. Dat ken je niet. Maar in ieder geval... heien. Om even bij weer mee. Tjongen, nog een toe. Je duwt me weg. Je duwt me weg. Hallo, je duwt me weg. Ja, hallo. Hoe kan ik nou wat doen? Nou, meid. Ik zal hem wel op de rem zetten. Nou, Rijka, klaar nu. Zo. Nou, op de rem. Nou, als Elving nou weer tegen me komt te staan, dan kan ze mij niet wegduwen. En die al helemaal niet. Jeetje, wat hebben jullie? Ah, ik wil even met tante Mirjam praten. Mag dat? Au, jongen. Mag niet hoor. Stelt je wouwse. Die zijn echt gek. Echt. Maar in ieder geval, wat ik wil doen, dat is weer even een vraag beantwoorden van Mirjam Eleveld. Dus lieve schat, luister en huiver. Jij vraagt mij, wat was jouw favoriete muziek? Van wie was jij als tiener een echte fan? Nou, je weet, ik kan geen Engels. Dat is zo nihil, dat beetje Engels wat ik kan. Dus ik ga niet naar het Engelse toe. Nee, ik blijf lekker bij het Nederlands. Even de klok en de honden die zijn gek, echt. Ik zou ze naar buiten doen. Dames, kom op, naar buiten. Kom op, aan dit kant van hier. Hé, hey, naar buiten. Voilà, naar buiten. Rijka, waar ben je? Rijka, waar ben je? Naar buiten. Hup. Nee, naar buiten. Naar buiten, zeg ik. Hup. Zo dan. En de cursus op de grond. Alles blijft op de grond. Jongen, nog een toe. Zo, ook weer. Nou, even voor een paar tellen rust. Zo. Wat was jouw favoriete muziek? Van wie was jij als tiener een echte fan? Er begint er nog eentje te zeuren, maar dat is Gandalf, die wacht maar even. Mijn favoriete muziek was dus Nederlandstalig, dat begrijp je nou wel. En waar ik een heleboel van mee kon zingen, want ik ben ook vroeger, dat ik nog thuis woonde, had ik een buurman en die speelde orgel, die speelde accordeon. Die moest ook op feestjes of bruiloft of wat dan ook spelen. En daar ben ik voor een blauwe maandag nog zangeres bij geweest. Maar dan enkel de Nederlandstalige muziek. En waar ik ver was, van was, dat was, ja, Corrie en de Regels. En als ik die nog hoor, dan zing ik gewoon weer mee. Ja, dus dat vond ik mooi. Ja, dat is, was mijn ding en sowieso de Nederlandstalige muziek, dat vond ik altijd wel heel erg mooi. En de bekende liedjes, dat zong ik gewoon mee, vooral ja, met Cor en de Rekels en de Heikrekels en ja, noem maar op.
Ja, dan moet die er weer uit, denk ik. Ja. En die handdoek is nat. Ik kan er niks aan doen. Dik uitgewrongen. Ja, en daar wilde weer eentje erin. Zo blijf ik bezig. Ik ben een deurportier en een raamportier. Ja, moet ik er wel bij kunnen. Dat is 1. En dat is 2. En dat is 3. Toedeliedokies. Doei. Raampje dicht. Ja, ja. Ik kan niet harder dan hard. Mooi. Zijn we nou uitgeblust met dat gedrag, dat spelen? Hier waren jullie aan het spelen even. Wijfie, waren jullie lekker aan het spelen? Waren jullie aan het spelen? Ja? Is het nou over? Mooi. Nee, jullie hebben net gehad. Blijf er niet in de gang. Jullie hebben net koekie gehad. Ja. Straks weer hoor. Dan moet je de kop ook zien, hè. Wat verdikje. Malle meid. Net koekies gehad. Blijf er niet in de gang. Nee. Zo dan. Ja toch, we blijven niet aan de gang. Nee, echt niet. Dus. Maar in ieder geval, ik hoop dat daar je vraag mee is beantwoord, lieve Mirjam. Want ja, morgen weer hè. Ja, dit was de muziek. Nou, dan hebben we morgen weer. Ja, daar moet ik even heel, heel erg hard over denken. Over die vraag. Jeetje Maria, want ik weet namelijk niet zoveel meer, want een hoop heb ik door problemen eigenlijk verstopt. Ja. Maar in ieder geval. Ik zou echt dat 1, 2, 3 niet weten. Nou ja, dan zetten we die vraag gewoon in de koelkast. Ja. Oh, dat is eigenlijk ook tevens een domme keuze geweest, ja. Het stomste wat ik gedaan heb. Nou ja, maar dat komt morgen. Ja, dan maak ik daar één ding van, ja. Maar in ieder geval, morgen de volgende vraag van Mirjam Eleveld, die ik dan weer ga beantwoorden. Dus ja, lieve vrienden, als jullie ook vragen hebben, kom maar op. En wordt het een dubbele vraag, dan zeg ik dat wel van ja, die vraag is al gesteld door die en die. Zoek maar op en anders probeer ik de link wel naar je door te sturen. Maar we gaan niet dubbele vragen beantwoorden, daar beginnen we niet aan. Had ik dat gevraagd, dat dat mocht? Had ik dat gezegd dat dat mocht, laat ik het zo zeggen. Mag op de krantenbak. Ja, en dan legt hij een stukje op de grond. Denk je, vrouwtje moet eigenlijk de stofzuiger er nog doorheen halen. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar, had dat gemogen? Wie heeft het gepakt? Denk jij, hè? Ja. Onschuldige tronies. Jongen, nog aan toe. Kunnen ze nog onschuldig kijken ook, die banjers. Jongen, nog aan toe. Nou, veel plezier ermee. Jongen, nog aan toe. Nou ja. Ik zou eigenlijk de stofzuiger er doorheen geslingerd hebben, maar ik pak de bezem, want stofzuiger maakt herrie en ik het. Ja. Mijn hoofd is vol. En dan kan ik geen herrie om mij heen hebben. Nee. Dus ik pak gewoon lekker de bezem. En ze bekieken het maar.
En wat op de bank ligt moet uitgeklopt worden. En dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn weer aan het einde van de dag aangekomen. Ja, ik heb ook al met de meisjes aan het lopen geweest. En, oh, lieve vrienden, wat is het toch bitter koud. Oh, oh, oh. Echt helemaal niet leuk meer. Nee, het is 4 graden, maar door de wind voelt het aan als 1. Dus echt niet leuk. Echt niet. Nee. Maar we zijn er doorheen gekomen. Ik heb nog een zakje staan. Die drink ik nog op. Maak ik een kruik klaar. En dan gaan we lekker naar boven toe. Ja, want morgen is het weer dinsdag. En dan staat Erwin weer voor mijn neus. Dus ja, we hebben een hoop te doen morgen. En morgen ga ik ook naar Meri toe, zoals het nou staat. Dus ja, er een hoop te doen. Wat is dat nou weer? Niks aan. Dus ja, ik zou dus zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En, jullie weten het, God houdt over ons allemaal wel de wacht. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!